Hey, welkom bij een nieuwe video. De Egyptenaren blijven onze verbeelding prikkelen. Van hun indrukwekkende piramides tot hun ingewikkelde religieuze overtuigingen en hun diepe respect voor goden en godinnen. Ze waren ook toegewijd om hun geschiedenis te bewaren door middel van mummificatie, waardoor we vandaag de dag veel over hen weten. Vandaag laten we je 20 bizarre dingen zien die de oude Egyptenaren deden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. De Nemes is een iconische hoofdtooi van de farao's dat populair was van het Oude Rijk tot de Ptolemeïsche periode. Deze hoofdtooi, gemaakt van stof, was een lichter alternatief voor de zware kronen die farao's vaak droegen. Het slimme ontwerp zorgde voor zowel comfort als stijl door het hoofd te bedekken en achter de oren naar beneden te vallen, vastgezet met een knoop of vlecht in de nek. Sommige varianten hadden banden van lapis lazuli blauw en goud. Daarnaast zat de Nemes vast aan het hoofd met een diadeem, versierd met symbolische motieven zoals de cobra en de gier. Deze onderscheidende hoofdtooi, meestal gedragen door de elite van de Egyptische samenleving, had niet alleen esthetische aantrekkingskracht. Het symboliseerde een hoge status binnen de strikte sociale hiërarchie van Egypte en bood ook praktische voordelen. Geschoren hoofden, een teken van adel, werden beschermd tegen de felle zon en de Nemes hielp ook de hygiëne te handhaven door het risico op hoofdluis te minimaliseren. Kaalheid was ook ongewenst voor mannen. Pruiken, oorspronkelijk gebruikt voor hygiëne en comfort, werden niet alleen van menshaar, maar ook van paardenhaar gemaakt. Dit is een verandering die plaatsvond tijdens de tweede tussenperiode van Egypte met de komst van Hyksos en hun paarden. Nummer 19. De scarabi heeft een vereerde plek in de oude Egyptische cultuur en religie, gevierd om zijn kenmerkende gedrag van het rollen van ballenmest over de grond om zijn eieren te leggen. Dit werd gezien als een krachtig symbool voor de cyclische aard van leven, dood en wedergeboorte. De scarabi was nauw verbonden met de god Khepri die de opkomende zon en het scheppingsproces belichaamde. Kunstwerken tonen ook vaak scarabeeën die ook werden verwerkt in amuletten met krachtige symboliek van bescherming en voorspoed. Daarnaast hadden ze ook een praktische rol in de oude Egyptische samenleving, vaak gebruikt als zegels voor belangrijke documenten. Deze vereerde wezens waren niet beperkt tot de levende. Scarabee-amuletten werden vaak in graven geplaatst om de overledenen veilig naar het hiernamaals te begeleiden. Soms werden de scarabee-amuletten op het hart geplaatst tijdens het mummificatieproces, wat hun cruciale rol in de reis naar het hiernamaals benadrukte. Nummer 18. Brood en bier vormden de basis van het Egyptische dieet en hielden de bevolking op de been in hun dagelijkse leven. Broden, voornamelijk gemaakt van emmertarwe, varieerden in vorm van platte broden die aan pitabrood doen denken, tot langwerpige, kegelvormige vormen. Opmerkelijk is dat Egyptische soldaten in Nubische forten broodrantsoenen kregen toegewezen, aangegeven door ingesneden, broodvormige houten tokens, goed voor een periode van 10 dagen. In een samenleving zonder munten of papiergeld dienen deze voedselrantsoenen vaak als een compensatie voor arbeiders en huishoudelijk personeel. Het oude Egyptische bier, dik en troebel, diende meer als een voedzame bron dan puur recreatief drankje, waarschijnlijk met een lager alcoholgehalte dan moderne bieren. Ambachtslieden zoals die in het dorp Deir el-Medina en die gespecialiseerd waren in het vakwerk van koninklijke graven, kregen maandelijks 300 liter tarwe voor brood en 110 liter gerst voor bier. Nummer 17. In gesprekken over de oude Egyptenaren en hun respect voor dieren vertelde de Griekse historicus Herodotus over een bijzonder gebruik. Bij de dood van een kat schoor elk lid van het huishouden ritueel zijn wenkbrauwen af als een zichtbaar teken van respect en rouw. Maar dit gebaar ging verder dan alleen affectie voor huisdieren. Het benadrukte het diepe belang dat dieren hadden binnen de Egyptische wereldvisie. In hun kosmologie hadden dieren een heilige status, nauw verweven met zowel het dagelijkse leven als religieuze rituelen. Veel dieren waren verbonden met specifieke godheden waarbij ze gemeenschappelijke kenmerken en goddelijke attributen deelden. Katten in het bijzonder hadden een vereerde positie in de Egyptische samenleving. Van standbeelden tot grafschilderingen, afbeeldingen van katten waren overvloedig, getuigen van een beschermende en heilige natuur. Er gaan zelfs legendes over koninklijke katten versierd met wilderige gouden sieraden wat een geëerde status aantoont.
Zo groot was de vereering voor deze wezens dat er een uitgebreide mummificatierituelen werden uitgevoerd na hun dood, vaak vergezeld door hun menselijke tegenhangers in de begrafenis om gezelschap in het hiernamaals te verzekeren. Nummer 16. In de Egyptische mythologie werden bavianen nauw geassocieerd met Thoth, de god van wijsheid, en symboliseerden ze intellectuele kracht en goddelijk inzicht. Naast hun mythische betekenis werden bavianen geïntegreerd in het dagelijkse leven, zoals blijkt uit hun domesticatie als huisdieren en ontdekking van gemummificeerde overblijfselen door archeologen. Egyptische kunst toont levendige afbeeldingen van bavianen die deelnamen aan verschillende menselijke activiteiten, van dansen en het bespelen van muziekinstrumenten tot het uitvoeren van landbouwtaken zoals het plukken van fruit en het maken van dranken zoals wijn en bier. Opmerkelijk is dat hiërogliefen en kunstwerken bavianen tonen die door autoriteiten werden gebruikt als een middel voor rechtshandhaving, vergelijkbaar met moderne politiehonden. Egyptische kunstwerken tonen ook autoriteiten die een baviaan loslaten op een dief op een markt, terwijl de crimineel om genade smeekt, terwijl de baviaan zijn tanden in zijn been zet. Tijdens het Oude Rijk waren Hamadrias-bavianen en olijfbavianen inheems in de zuidelijke regio's van boven Egypte. Echter, tegen de middenrijkperiode wordt gespeculeerd dat deze inheemse populaties waren afgenomen of geheel verdwenen. Verslagen uit het Nieuwe Rijk suggereren dat bavianen werden geïmporteerd uit zuidelijke regio's, mogelijk aan Nubië of het verre land van Punt. Opmerkelijk is dat tijdens de predynastieke periode een godheid bekend als Baba of Babi werd aanbeden, vaak afgebeeld als de stier van de bavianen. Nummer 15. Toetanchamon was een oude Egyptische farao die regeerde tijdens de 18e dynastie van ongeveer 1332 tot 1323 voor Christus. Hij besteeg de troon op jonge leeftijd, waarschijnlijk rond de 9 of 10 jaar oud, en regeerde voor een relatief korte periode voor zijn dood. Toetanchamon is vooral beroemd vanwege de ontdekking van zijn bijna intacte graf in de Vallei der Koningen. Bij de begrafenis van Toetanchamon werden ongeveer 35 paar schoenen en meer dan een dozijn losse stukken ontdekt. Het meest voorkomend waren genaaide sandalen gemaakt van papieren stroken die aan elkaar genaaid waren, waarschijnlijk bedoeld voor dagelijks gebruik. De jonge koning had weelderige gouden sandalen, nooit gedragen tijdens zijn leven, maar gemaakt voor de eeuwigheid pronkend in zijn gouden doodskist. Al deze zouden alleen waarde hebben omdat het de schoenen van de kindkoning waren, maar wat wenkbrauwen deed fronsen in ongeloof was het volgende. Namelijk zijn leren sandalen in mozaïekstijl gesneden met afbeeldingen van Syrische en Nubische gevangenen op de zolen. Dit stelde Toetanchamon in staat om figuurlijk op de vijanden van Egypte te stappen bij elke stap die hij zette. Zijn staf had ook afbeeldingen van meer vijanden, wat de symbolische dominantie van de farao over zijn vijanden versterkte. Nummer 14. In het oude Egypte geloofde men een tijd lang dat ook mannen menstrueerden. Wat gebeurde er is dat ze rond de puberteit van jongens bloed in hun urine vonden. De aanwezigheid van bloed in de urine werd door sommige gemeenschappen in Egypte anders geïnterpreteerd, vaak toegeschreven aan een fenomeen genaamd mannelijke menarche. Deze gebeurtenis wordt nu echter begrepen als een symptoom van schistomiasis, een chronische ziekte veroorzaakt door een parasitaire infectie, met name Schistosoma haemtobium. Schistomiasis komt veel voor in gebieden waar mensen in contact komen met zoet water dat besmet is met schistosoma, veel voorkomend in regio's met natte omgevingen zoals rijstvelden. Vooral degenen die betrokken zijn bij activiteiten zoals landbouw of vissen viel het begin van de puberteit vaak samen met het verschijnen van bloed in hun urine vanwege de parasitaire infectie. In dergelijke gemeenschappen werd deze manifestatie ooit beschouwd als een normaal onderdeel van de mannelijke adolescentie, vergelijkbaar met een overgangsrite. De ziekte zelf, in de volksmond bekend als de slakkenkoorts vanwege de overdracht via zoetwaterslakken, werd geïdentificeerd door de Duitse arts Theodor Bilharz en wordt ook wel Bilharzia genoemd. Nummer 13. Al meer dan 2000 jaar zoeken mensen naar comfort en steun voor hun hoofd tijdens het slapen. Maar voordat er kussens gevuld met veren waren, vertrouwden oude beschavingen zoals de Egyptenaren op stenen hoofdsteunen om hun hoofden te verheffen tijdens de rust. Verschillende materialen, waaronder marmer, ivoor, keramiek, steen, hout en zelfs glas, werden gebruikt om deze hoofdsteunen te maken die zijn opgegraven in Egyptische graven. Hoewel ze praktische voordelen boden, zoals het op afstand houden van insecten en ongedierte en het toelaten van luchtstroom om de slaper te koelen, hadden deze stenen kussens ook spirituele betekenis in de oude Egyptische cultuur.
In Egyptische geloofssystemen werd het hoofd beschouwd als de locatie van het spirituele leven en had het bescherming nodig. Daarom hadden stenen hoofdsteunen vaak gravures van beschermende godheden zoals Bes, wiens angstaanjagende gezicht werd geloofd om deze boze geesten af te weren. Nummer 12. In het oude Egypte was de jaarlijkse overstroming van de Nijl in augustus een cruciaal evenement waarvan de welvaart van een beschaving afhing. Samen met de stijgende wateren nam de aanwezigheid van krokodillen in de Nijl toe. Als gevolg hiervan hadden krokodillen een complexe en significante rol in de Egyptische mythologie. Vereerd als manifestaties van Sobek, de god van water, waren krokodillen integraal onderdeel van rituelen gericht op het kalmeren van deze godheid. Sobek, vaak afgebeeld met het lichaam van een man en het hoofd van een krokodil, werd geloofd het volk te beschermen. Zoals gevaren die met de Nijl geassocieerd werden, waaronder overstromingen door water overgedragen ziektes en aanvallen door gevaarlijke wezens zoals giftige slangen, naalpaarden en krokodillen. In 2019 werd er een tombe gevonden met 10 gemummificeerde krokodillen. De gemummificeerde overblijfselen, toebehorend aan zowel West-Afrikaanse als Nijlkrokodillen, wijzen op de verering en rituelen rond deze dieren. De krokodillen, variërend van 1,8 tot 3,3 meter in lengte, werden waarschijnlijk gevangen met netten en vervolgens onderworpen aan verschillende methoden, waaronder verdrinking, verstikking of blootstelling aan de hitte van de zon om ervoor te zorgen dat ze overleden waren voordat ze in de tombe werden begraven. Nummer 11. Archeologisch bewijs illustreert levendig de populariteit van bordspellen in oude beschavingen, met name in Egypte. Scènes die spelers tonen die zich in deze spellen verdiepen, sieren grafwanden en papyrussen. De populairste oude Egyptische spellen waren Mehen, Senet, 20 vierkanten en jachthonden en schakels. Mehen, wat de opgerolde betekent, ontstond tijdens de Egyptische predynastieke periode en het Oude Rijk met een bord versierd met een opgerolde slang die een beschermende godheid symboliseerde die de zonnegod Re tijdens zijn nachtelijke reis omhulde. Inschriften van religieuze teksten uit het Oude Rijk, zoals de piramideteksten, suggereren het geloof dat passage door het Mehen-bordspel de verwerving van het hiernamaals symboliseerde, waarbij succesvolle spelers zich metaforisch bij Re voegden op zijn hemelse reis door het midden van de spiraal te bereiken. Koningin Nefertari zelf wordt afgebeeld terwijl ze de Senet speelt in de muurkunst van haar graf, terwijl koning Toetanchamon werd begraven met niet minder dan 5 speldozen. Nummer 10. Vanaf de vroegste periodes van de Egyptische geschiedenis tooiden individuen zich met een overvloed aan cosmetica, inclusief eyeliner, oogschaduw, lippenstift en rouge. Echter, make-up diende niet alleen esthetische doeleinden, maar had ook praktische, rituele en symbolische betekenis. Luxe calcite potten herbergden een scala make-up, zalven en parfums, terwijl containers voor oogverf en oliën zorgvuldig waren vervaardigd uit glas, goud of half edelstenen. Zeldsteenpaletten, gebruikt voor het malen van kool en oogschaduw, waren ingewikkeld uitgesneden in vormen die dieren, godinnen of jonge vrouwen voorstelden. Deze symbolen van wedergeboorte en regeneratie gaven de toepassing van cosmetica een diepere betekenis, waarbij geloofd werd dat het speciale kracht aan de drager schonk door de essentie van de afgebeelde wezens te benutten. Zelfs in de dood behield het persoonlijke uiterlijk uiterst belang voor de Egyptische identiteit. Begrafenisplaatsen die dateren uit predynastieke tijden onthullen de gebruikelijke inclusie van alledaagse voorwerpen zoals kammen, geurende zalven, sieraden en cosmetica in de graven van individuen van alle demografieën. Opmerkelijk is dat veel van deze graven zijn opgegraven met nog intacte cosmetica. Nummer 9. In het uitgebreide Egyptische pantheon is het geen verrassing dat meer dan 2000 godheden invloedrijk waren. Terwijl sommige van deze goden en godinnen bekend zijn, zoals Isis, Osiris, Horus, Amun, Ra, Hathor, Bastet, Thot, Anubis en Ptah, blijven vele anderen onbekend. Elke godheid speelde een belangrijke rol in het leven van hun aanbidders, vaak beperkt tot een specifieke locatie. Vrouwen wenden zich bijvoorbeeld tot Isis, de goddelijke moeder, op zoek naar haar zegeningen en hulp. Hoewel de goden van het oude Egypte unieke verschijningen hadden, waren er gedeelde kenmerken tussen hen. Meestal verschenen de goden in menselijke vorm of als mensen met dierenhoofden. Dagelijkse rituelen gericht op het verzorgen van de goden vonden plaats in lokale tempels, gewoonlijk onder toezicht van de koning of een hoge priester. Feesten boden ook de gelegenheid voor de hele gemeenschap om de goden en godinnen van het oude Egypte samen te aanbidden.
Afbeeldingen van de goden werden door de stad geparadeerd op barquests, kleine boten speciaal ontworpen voor dit doel. In privéhuishoudens vonden individuen verschillende manieren om de goden te dienen. Veel huizen hadden bijvoorbeeld persoonlijke altaren waar families hun eigen huishoudelijke goden aanbaden op zoek naar bescherming voor hun woningen en bewoners. Offers aan de doden vormden een cruciaal aspect van aanbidding. Familieleden eerden de god Osiris door brood, bier, ossen, vogels en kleding aan te bieden. Nummer 8. De oude Egyptenaren boden honing aan hun godheden als een offer en gebruikten het voor het balsemen van de doden. De antibacteriële eigenschappen van honing waren gunstig voor het genezen van geïnfecteerde wonden en het werd ook gebruikt als een actuele salf. De Egyptenaren beschouwden Baai als heilig, gelovend dat hun zonnegod Re ze schiep uit zijn tranen. Baai en honing waren namelijk geliefd bij de farao's en potten honing werden zelfs begraven met overleden royalty. Honing werd ook verwerkt in remedies voor verschillende kwalen, aangezien het 500 keer werd genoemd in 900 oude Egyptische remedies. Het werd niet alleen gebruikt voor religieuze en medicinale doeleinden, maar had ook praktische toepassingen, afhankelijk van je definitie van praktisch. Pepi II Neferkare, een Egyptische farao van het Oude Rijk, stond erop dat zijn slaven zich insmeerden met honing om vliegen weg te houden. De Egyptische geneeskunde was op zijn minst gezegd ongebruikelijk. Ze gebruikten menselijk vet voor spierpijn en ze woonden ook executies bij om een kopje vers bloed te krijgen. Nummer 7. In het huidige tijdperk worden giraffen voornamelijk gevonden in Sub-Sahara-Afrika, niet in de Naalvallei. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de Sahara-woestijn niet altijd zo droog was als vandaag de dag. In het verleden ondersteunde het diverse reeks aan vegetatie en dieren, inclusief giraffen. Stel je het oude Egypte opnieuw voor. Terwijl het klimaat geleidelijk veranderde en de woestijn onbeheersbaar werd, werden zowel dieren als mensen naar het zuiden en de Naalvallei geduwd. Deze concentratie van mensen in de vallei, samen met de verschuiving van de nomadische pastorale levensstijl naar de gevestigde landbouw, speelde een cruciale rol in het opstarten van de ontwikkeling van de Egyptische beschaving. Tijdens de periode van ongeveer 5000 voor Christus tot 3250 voor Christus zouden de prehistorische Egyptenaren hebben samengeleefd met giraffen, mogelijk zelfs grote kuddes van hen. Ze werden vaak afgebeeld in muurschilderingen en werden gezien als eerbetoon aan Toetanchamon, gepresenteerd in de 14e eeuw voor Christus. Giraffen werden ook vertegenwoordigd in de rotstekeningen van de Afrikaanse bosjesmannen en de hottentotten. In de oudheid werden giraffen om verschillende redenen zeer gewaardeerd. Hun dikke en duurzame huid was geschikt voor een reeks doeleinden, inclusief het maken van kleding, schoenen, tassen, riemen, hoeden en zelfs dekens voor trommels. Wat betreft hun staarten, deze werden vaak gebruikt als vliegenmeppers. Als het voor de giraf zelf werkt, dan deed het dat ook voor de mensen natuurlijk. Nummer 6. Net als de heersers van vele samenlevingen bezaten Egyptische farao's een breed scala aan uitbundige kledingstukken in hun koninklijke garderobes. Ondanks deze koninklijke ensembles was een van de meest intrigerende elementen de eigenaardige valse metalen baarden die hun kin sierden. Ondanks hun zorgvuldig geschoren gezichten kozen farao's ervoor om deze kunstmatige baarden te dragen in plaats van hun eigen baarden te laten groeien. Maar waarom kozen ze voor deze valse baarden terwijl ze echte baarden konden krijgen? Nou, farao's omarmden de traditie van het dragen van valse baarden bij het aannemen van de macht. Deze valse baarden symboliseerden hun verbinding met het goddelijke rijk en versterkten hun rol als tussenpersonen tussen het sterfelijke en het goddelijke. Tijdens de regering van Hatshepsut, een opmerkelijke periode in het oude Egypte waarin vrouwen die posities van autoriteit innamen zeer ongebruikelijk was, bereikten zij hetzelfde niveau van succes als de mannelijke farao's voor haar. Dit was geen poging om zichzelf te vermommen, maar eerder een krachtige verklaring om aan te geven dat zij, ondanks dat ze een vrouw was, hetzelfde respect en autoriteit verdiende als elke mannelijke farao. Nummer 5. Een van de meest bekende schoonheidsgeheimen van het oude Egypte is het gebruik van melkbaden als huidverzorgingsbehandeling. Men gelooft zelfs dat Cleopatra zichzelf verwende met baden in zure eseline melk, de exfoliërende en verjongende eigenschappen van melkzuur erkennend. Een ander, wellicht minder excentriek schoonheidsgeheim betrof het gebruik van dode zeezout in baden om onzuiverheden te verwijderen. Wanneer melk verzuurt, wordt de natuurlijke lactose door bacteriën omgezet in melkzuur.
Als alfa-hydroxyzuren zoals melkzuur op de huid worden aangebracht, helpen ze bij het afschilferen van de oppervlaktelaag, waardoor eronder een frisse, gladdere en vlekkeloze huid wordt onthuld. Interessant genoeg ging Cleopatra's schoonheidsregime verder dan alleen maar melkbaden. Ze zou ook poeder van krokodillen-excrement hebben gebruikt om haar tint te verbeteren. Mogelijk wakkerde deze experimentatie met unieke ingrediënten Cleopatra's interesse in parfums aan. In haar parfumfabriek mengde Cleopatra kruiden, bloemenblaadjes, bladeren of zaden met hete plantaardige olie afkomstig van geperste olijven. Dit mengsel werd voor een week lang gekweekt voordat het door een doekzak werd geperst, wat resulteerde in de extractie van geparfumeerde olie. De oude afbeelding van Cleopatra toonde haar vaak haar betoverende ogen. Deze werden geaccentueerd met groen koper malaxiet en zwart loodsulfide. Deze cosmetische keuzes droegen niet alleen bij aan haar uiterlijk, maar dienden ook het praktische doel om vliegen af te weren. Nummer 4. In het oude Egypte werden de farao's meestal gemummificeerd en in het uitgebreide tombes ter ruste gelegd na hun overlijden. Tijdens de vroege dynastieën hadden heilige stieren ook hun eigen begraafplaats bij Saqqara. Bavianen, katten, vogels en krokodillen die ook religieuze betekenis hadden, werden soms gemummificeerd, vooral in latere dynastieën. De Egyptenaren geloofden namelijk dat het gemummificeerde lichaam diende als een eeuwige thuis voor de ziel of geest. Het mummificatieproces omvatte verschillende stappen. Aanvankelijk werden de inwendige organen, waaronder de longen, maag, lever en darmen, zorgvuldig verwijderd en individueel gebalsemd. Deze organen werden in kanopen geplaatst, vaak versierd met een van de vier dierhoofdige zonen van de god Horus. En elke zoon waakte over een specifiek orgaan. Het bewaren van deze organen was cruciaal, omdat ze de overledenen in staat zouden stellen om te ademen en te eten in het hiernamaals. Rond 1000 voor Christus veranderde het mummificatieproces. De inwendige organen werden meestal ingewikkeld en teruggeplaatst in het lichaam, eraan gebonden of opgeborgen in dozen in plaats van in potten geplaatst. Het hart dat het centrum van kennis en emoties vertegenwoordigde, werd meestal intact gelaten in het lichaam, terwijl de hersenen vaak werden weggegooid. Nummer 3. Tatoeages zijn een vorm van kunst die diep geworteld is in verschillende culturen door de geschiedenis heen. Bewijs van tatoeagegereedschappen, kleine bronzen instrumenten, werden ontdekt in de stad Guro in Noord-Egypte en dateert van ongeveer 1450 voor Christus. De kunst van het tatoeëren in het oude Egypte gaat echter nog verder terug en werd al beoefend tijdens het Middenrijk. In het oude Egypte werden tatoeages voornamelijk gedragen door vrouwen, mogelijk om vergelijkbare redenen als mannen. Het tatoeëren van vrouwen had een therapeutische rol en fungeerde als een permanente vorm van amulet of een beschermende charme. De oorsprong van tatoeages gaat terug naar 6000 tot 3150 voor Christus op basis van suggestief bewijs dat aangeeft dat priesteressen van de godin Hathor zichzelf mogelijk in die tijd hebben gemerkt. Andere vrouwen tonen zichzelf met tatoeages als symbolische bescherming tijdens zwangerschap en bevalling. Nummer 2. De vroegste piramides werden gebouwd tussen 2660 en 2500 voor Christus. In deze tijd hadden de Egyptenaren al aanzienlijke expertise ontwikkeld in de bouw van afwateringssystemen, wat bijzonder significant was vanwege de rol van water in hun priesterlijke rituelen van zuivering en begrafenispraktijken. Volgens oude Egyptische overtuigingen werd de dood beschouwd als een overgang van de ene levensstaat naar de andere. Net zoals de levenden voedsel, kleding en andere benodigdheden nodig hadden, werd geloofd dat de overledenen ook vergelijkbare voorzieningen zouden nodig hebben in het hiernamaals. Tijdens opgravingen van de dodentempel van koning Suhuru in Abu Sir werden nissen in muren en resten van stenen bassins ontdekt. Deze bassins waren uitgerust met metalen fittingen en dienen als toiletten. De uitlaat van het bassin werd afgesloten met een loden stopper, bevestigd aan een ketting en een bronzen ring. Het bassin zou vervolgens leeglopen via een koperen pijp in een grote ronde. Oorspronkelijk waren koperen bassins exclusief voorbehouden aan het gebruik door de farao's. De huizen van de welgestelden in het oude Egypte waren ook ruim en goed ontworpen, met verschillende kamers zoals slaapkamers, persoonsverblijven, zalen, eetkamers en badkamers. Het concept van een badkamer in oude Egyptische huizen was echter typisch een kleine ingebouwde kamer met een vierkante kalkstenen plaat in de hoek. Nummer 1. Dieren hadden een diepe betekenis in zowel het koninklijke als het gewone leven in het oude Egypte. Ze vervulden diverse rollen, dienden als godheden, huisdieren, symbolen van vruchtbaarheid, objecten van angst
bescherming en geluk. Grote katten zoals cheetahs en leeuwen werden gehouden als exotische huisdieren en werden symbolen van koninklijkheid. Deze majestueuze katachtigen symboliseerden kracht en autoriteit. Aan de andere kant werden dieren die angst opwekten bij de oude Egyptenaren zoals krokodillen en nijlpaarden vereerd en aanbeden. Katten zijn afgebeeld in tombescènes die teruggaan tot het Oude Rijk meer dan 2600 jaar geleden. Aan de overkant van de Nijl werd een begraafplaats voor honden ontdekt in Saqqara, de necropolis voor de oude Egyptische hoofdstad Memphis. Hier werden meer dan 1,75 miljoen ibisresten ontdekt, wat wijst op hun verering. Interacties tussen mensen en apen werden ook gedocumenteerd in muurschilderingen uit het Oude Rijk, waarbij apen menselijke activiteiten uitvoerden en zelfs aan lijnen werden gehouden. Rijkere individuen hielden soms ook jonge apen als huisdieren in hun huishouden. Zou jij in het oude Egypte hebben willen leven? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.